Je bent slachtoffer van geweld of van agressie. En daar is schade bij ontstaan. Schade aan jezelf of aan spullen van jou. Misschien ook wel schade voor de organisatie. En die schade wil je verhalen. Maar hoe doe je dat? En om welke bedragen gaat het dan? Nou, dat zijn vragen waar we vanavond een antwoord op gaan geven in dit programma. En er zit een deskundige naast mij. Dat is Monique Tonen. Welkom. Jurist bij EVPT en bij Slachtofferhulp Nederland. Hè? Dat klopt. Ja. Nou, Monique weet daar alles van, heeft regelmatig workshops gegeven ook over dit onderwerp, dus daarover straks meer. Maar misschien kun je al de vraag beantwoorden. Wat gaat de kijker eigenlijk leren vanavond? De kijker gaat leren hoe schade verhaald kan worden. Er kan schade ontstaan bij een werknemer, maar ook bij een organisatie. En we gaan ook vandaag aan de hand van een casus bespreken hoe je de schade verhaalt, hoe je de formulieren invult en dat de schade dan ook verhaald gaat worden. Ja. Is dat ook een ingewikkelde zaak, dat schade verhalen? Het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, maar heel veel mensen weten niet hoe ze het moeten doen. En ik hoop vanavond iedereen duidelijk te maken hoe je schade kunt verhalen, zodat ze ook daadwerkelijk aan de slag gaan. Ja. Gebeurt dat vaak in de praktijk? Tenminste, ik kan me voorstellen dat je denkt van, nou, dat schadeverhalen, oh, dat lijkt me zo ingewikkeld. Laat maar zitten hoor. Ja, dat denken heel veel mensen. En dat is denk ik ook, het heeft er vooral mee te maken dat mensen niet weten hoe het moet. Het kan redelijk eenvoudig. En ik hoop vanavond dan ook te gaan vertellen dat het dus eenvoudig is en op welke manier het kan. Ja. Nou, daar hebben wij dat verhaal opgedeeld in 3 delen. En dan moet ik even de volgende dia voorzetten, dat is deze. Deel 1 gaat eigenlijk over de vraag wat is schade, daar gaan we het zo over hebben. Deel 2 gaat over het voegen in het strafproces en deel 3 gaat over het civielrechtelijk verhalen van schade. Dan stel ik voor dat we nu naar deel 1 gaan. Deel 1, wat is schade? Ja, waar hebben we het eigenlijk over? Ja, er zijn een heleboel verschillende soorten schade. Als iemand een incident meemaakt, dan kunnen de spullen worden vernield. Kapotte ruit, zoals hier op de dia wordt weergegeven. Het kan ook zijn dat iemand wordt mishandeld en dat iemand een gebroken been oploopt, waardoor je dus lichamelijk letsel hebt. Dat is schade. Mm-hmm. Daarnaast kan het ook zo zijn dat mensen worden bedreigd, dat er een overval plaatsvindt of dat er zelfs wordt gescholden. Dat zijn ook incidenten waardoor schade kan ontstaan. Angst, dat noemen we dan immateriële schade. Mm. Daarnaast kan het ook zo zijn, en dat zullen we dadelijk ook zien in de casus die we gaan bespreken, dat een medewerker door een incident arbeidsongeschikt raakt en dat de werkgever loon moet doorbetalen. En dat is ook schade waar een werknemer en een werkgever allebei last van hebben. Ja, het gaat er dus eigenlijk om zo goed mogelijk al die specifieke onderdelen van schade voor jezelf te analyseren en daar apart de waarde van te bepalen. Klopt, ja. Ja. Nou, dat gaan we allemaal in deel 2 behandelen, dus we zijn alweer aangekomen bij deel 2. Ja, dat was een korte introductie, maar wel helder. Voegen in het strafproces, wat is dat precies? Voegen in het strafproces houdt in dat in eerste instantie een verdachte die een strafbaar feit pleegt voor de strafrechter moet verschijnen. De strafrechter die gaat bekijken of iemand strafbaar is en dus een straf verdient voor wat hij heeft gedaan. En het slachtoffer die de schade heeft geleden door dat incident kan zich dan voegen in het strafproces. Die kan zijn schade kenbaar maken in dat strafproces middels een formulier. En de strafrechter gaat dan bekijken wat de schade is en gaat daar een uitspraak over doen of de verdachte die schade moet betalen en daarnaast dus ook nog een straf krijgt. Ja, maar dan gaan we er dus wel vanuit dat er dus een strafproces in gang is gezet. Ja. Ja, in deze en de casus die we dadelijk gaan behandelen gaat er ook over dat er in eerste instantie aangifte is gedaan. Dat het Openbaar Ministerie heeft besloten om die verdachte strafrechtelijk te vervolgen. En dat die verdachte zich dus moet verantwoorden voor de strafrechter. Ja, en dan pas kun je voegen in dat strafproces. Dan kun je voegen in het strafproces. Daarnaast is het ook zo dat er mogelijkheden zijn dat het Openbaar Ministerie een strafzaak afdoet. Dus zonder dat er een strafrechter aan te pas komt. Dan is het ook mogelijk dat het Openbaar Ministerie rekening houdt met de schade die een slachtoffer heeft geleden. En dat het Openbaar Ministerie naast de schade dus ook de verdachte een straf oplegt. Ja. Nou, dat gaan we allemaal doen op basis van een casus, hè? Ja. Dat leek ons wel handig. En de casus die we vandaag gaan bespreken heeft betrekking op een lerares. Die is tijdens een 10-minuten gesprek op school mishandeld door de moeder van een leerling. Mm-hmm. Die heeft haar geslagen in het gezicht. En die moeder is zo boos geworden dat ze ook weg is gelopen en de deur dusdanig hard heeft dichtgeslagen, waardoor de ruit is vernield.
En die lerares die heeft een pijnlijke neus opgelopen. De neus was bebloed en zij had een bril op. Die is beschadigd geraakt. Haar neus bloedde hevig, waardoor haar blouse ook zodanig onder het bloed is gekomen dat die niet meer te reinigen viel. Nog meer schade. Nog meer schade. En doordat zij wegliep, die moeder, en de ruit hard dicht geworden, is de ruit vernield. Dat is schade. Schade voor de school. Klopt. En omdat de lerares zodanig angstig ook was en pijn had aan haar neus, heeft ze een week thuis gezeten, wat ook schade veroorzaakt bij de school onder meer, omdat de school wel gehouden is haar loon te betalen. Ja. Ja, ik voel hem al aankomen. Het is een casus met alle vormen van schade die je maar verzinnen kan eigenlijk. Ja, hè? Ja. Daarom hebben we hem ook gekozen. Ja. Dat is dus simpeler dan, jij zei het net al, voegen in het strafproces is helemaal niet zo ingewikkeld. Nee, klopt. En het is ook een aantrekkelijke manier, hè? Ja, ja. In deze specifieke casus is er dus aangifte gedaan. Heeft het Openbaar Ministerie besloten om de moeder van die leerling strafrechtelijk te vervolgen. Voor de mishandeling van de lerares, maar ook voor de vernieling van de ruit. En deze moeder moet zich dus voor de strafrechter gaan verantwoorden. Mag ik even tussendoor? Ja. Het is dus niet zo, misschien denken mensen dat wanneer dat strafproces in gang wordt gezet, dat de rechter ook automatisch schadevergoeding vordert. Nee, nee. Slachtoffers krijgen een formulier toegestuurd. Dat heet het schadeopgaveformulier misdrijven. En op dat formulier kunnen ze hun schade kenbaar maken. Dat formulier sturen ze in naar het Openbaar Ministerie. En dat komt onder de aandacht van de rechter. En de rechter zal dan ter zitting beoordelen, is die schade aannemelijk en ga ik die toewijzen of niet. En zonder formulier geen schade? Nee. Oké. Dan gaan wij nu door dat formulier heen, begrijp ik, hè? Ja, ja. Misschien nog wel goed om even te zeggen. Bij het invullen van het formulier heb je geen advocaat nodig. Mm-hmm. Er stond net op de vorige slide ook dat de inning veelal gebeurt via het Centraal Justitieel Incassobureau. Mm-hmm. Dat houdt in dat het CJEB, waar ook onze boetes vandaan komen, dat die voor het slachtoffer het schadebedrag gaan innen als de strafrechter dat bedrag toewijst. En soms is er sprake van een voorschotregeling. En dat houdt in bij geweldsincidenten, en dat is bij deze lerares het geval, zij is mishandeld, dat de strafrechter dan een bepaalde schadevergoedingsmaatregelen kan opleggen, waardoor het CJEB dat bedrag voor het slachtoffer gaat innen. Maar ook dat de staat, als er binnen 8 maanden door de verdachte niet wordt betaald, het bedrag voorschiet. Dus dan wordt het slachtoffer altijd schadeloos gesteld, ook al heeft de dader niks om te betalen. Oké. We gaan naar het formulier. Ja. Want daar gaan we even veel aandacht aan besteden. Het formulier waarmee je kunt voegen in het strafproces. Klopt. Wat zien wij hier? Dit is het schadeopgaveformulier misdrijven. Dit is het deel A. En zoals ik net al aangaf, wordt in deze casus de verdachte strafrechtelijk vervolgd voor de mishandeling van de lerares. Mm-hmm. Nu gaan we dus ook het formulier invullen voor de schade van de lerares. Daarnaast is het zo dat er ook een ruit is vernield en daarvoor kan weer een ander formulier worden ingevuld door de school. Okay. Deel A is het formulier waarbij de gegevens van het slachtoffer kunnen worden ingevuld. Dus het slachtoffer is hier de lerares die daadwerkelijk is mishandeld. Daar kunnen naam- en adresgegevens worden ingevuld. Het advies is in deze altijd om domicilie te kiezen. En dat houdt in dat de adresgegevens van de lerares niet op het formulier worden ingevuld, maar bijvoorbeeld de adresgegevens van de school, zodat de post op de school terechtkomt en verdachte ook niet de privéadresgegevens van de lerares heeft. Is dat wat we hier heeft. Zien, dat je eventueel vertegenwoordiger van school machtigt, ja. Of is dit iets anders? Dit is iets anders. Dat was de slide hiervoor. Daar stond ook tussen haakjes domicilie kiezen. En dit heeft te maken met het feit dat als bijvoorbeeld de lerares zelf niet bij machten is om bijvoorbeeld naar de strafzitting te gaan, dan zou de school ervoor kunnen kiezen om een vertegenwoordiger, een leidinggevende, een directeur wellicht te machtigen om voor de lerares naar de strafzitting te gaan en daar eventueel haar zegje te doen over de vordering benaderde partij. Ja, oké, dan heb je die basisgegevens, die heb je allemaal ingevuld. Ja. En dan gaan we naar het misdrijf zelf, hè? Dan ga je naar het misdrijf zelf. Ja, daar moet nog eventjes kort in worden gevuld welk strafbaar feit er is gepleegd. Dat zijn wat formaliteiten.
En in deel B wordt al heel snel overgegaan naar de schade die iemand heeft geleden. En dat is onderverdeeld in verschillende rubrieken, als het ware. Daar worden ook voorbeelden gegeven, zodat mensen ook al op ideeën worden gebracht welke schadeposten ze daar kunnen invullen. Mm-hmm. En als we kijken naar de lerares, dan komen we bij het eerste puntje. En dat zijn de materiële schadeposten. Zoals ik net al aangaf, heeft de lerares is haar bril beschadigd geraakt. Is haar kleding, haar blouse zodanig bebloed dat hij niet meer te reinigen viel. En zij is bij haar huisarts geweest, dus daar heeft ze ook reiskosten voor gemaakt. Ze heeft aangifte gedaan, daar zijn ook reiskosten voor gemaakt. En die kunnen worden ingevuld op dit formulier. Ja, dat zien we dus hier, hè? Ja, bij 2.1 kan ingevuld worden wat de schade aan de bril bijvoorbeeld was. En dan vul je, daar staat dagwaarde voor reparatiekosten in. Ja. Hoe bepaal je nou de dagwaarde van een bril dan? Daar zijn afschrijvingspercentages voor. In eerste instantie is het de bedoeling dat je niet een nieuwe bril aanschaft. Je moet als slachtoffer weer teruggebracht worden in de staat waarin je was voordat het incident heeft plaatsgevonden. Dus als een bril al 2 jaar oud was, dan moet je de aankoopwaarde van die bril min 2 jaar afschrijving toepassen. En dat bedrag mag je vorderen in het strafproces. Kan de bril gerepareerd worden, dan mag je de reparatiekosten opvoeren, mits de bril... Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat reparatiekosten die de nieuwwaarde overstijgen, dat is niet helemaal realistisch. Nee, dan is die toteloos. Ja. Toteloos, ja. Kleding is eigenlijk precies hetzelfde. Daar moet je ook op aangeven hoe oud de kleding was, wat die destijds heeft gekost. En als het ouder is dan een jaar, dan moet je daar ook weer een afschrijvingspercentage op toepassen. Moet je daar bonnen van hebben? Daar moet je bonnen van hebben. In eerste instantie is het altijd nuttig als mensen daadwerkelijk bonnen bewaren van de aankoop. Maar heel veel mensen hebben dat niet meer. Dan kan er altijd gekeken worden of er nog een proforma nota kan worden gevraagd bij de winkel waar het destijds is gekocht. En tegenwoordig komt het ook steeds vaker voor dat mensen op internet gaan zoeken naar vergelijkbare items om te kijken wat het heeft, wat het nu kost. En, dat mag, ja, dat is dan ook. Dan kunnen ze dat bijvoegen en aangeven van, nou ja, dit heeft het ongeveer gekost. Als je maar kunt bewijzen wat iets gekost heeft. Ja, eigenlijk. Je moet het wel inzichtelijk maken, omdat een strafrechter anders niet kan beoordelen of dit redelijk is of niet. Even kijken of we hier nog dingen zien die toelichting vereisen. Aankoopwaarde 50 euro, 1,5 jaar oud afschrijving. Nou, dat spreekt voor zich. Ja. De posten. Ja, nou 2.2 zijn de medische kosten. Die zijn hier niet gemaakt. Maar als je in andere gevallen kun je hier bijvoorbeeld denken aan het eigen risico van een ziektekostenverzekeraar. Als iemand met een ambulance moet worden vervoerd of specialistische hulp nodig heeft, dan kan dat gevolgen hebben voor je eigen risico van de ziektekostenverzekering. Dan kan je dat hier invullen en dan is het dus van belang om daar ook weer een bewijsstuk van bij te doen, dat de strafrechter ook echt kan beoordelen dat het gevolgen heeft gehad voor je eigen risico. Kosten, uitvaart, nou ja, zover zijn we nog niet nee, bij deze gelukkig casus. Gelukkig niet. 2.3 nee. Gaat over het verlies van arbeidsvermogen. Dat is hier ook niet van toepassing omdat de werkgever het loon doorbetaalt. En reiskosten, daar had ik het net al even snel over. Aangifte doen en reiskosten naar de huisarts kunnen hier worden opgevoerd. En op het formulier zelf wordt ook al aangegeven dat je daar 28 cent per kilometer kunt opvoeren. Okay. Dus dan hoef je alleen maar de kilometers aan te geven en dan wordt die post meegenomen. Ja. Smartengeld, dat lijkt me wat lastiger. Ja, dat klopt. Dat is een hele kunst om dat vast te stellen. Smartengeld heeft ermee te maken dat deze lerares dus pijn heeft geleden aan haar neus. Ze is angstig omdat dit ook op haar werk heeft plaatsgevonden. Dus die 10 minuten gesprekken doet ze niet meer zo ontspannen als was. Dus er is zowel sprake van psychische gevolgen, maar ook fysieke gevolgen. En die kunnen verdisconteerd worden in een immaterieel schadebedrag. Smartengeld genoemd ook wel. En dat kan worden vastgesteld en dat wordt vaak gedaan met behulp van de ANWB Smartgeldgids. Zien we hier. Ja. Daar hebben we even een fotootje van gemaakt. Klopt. En dat is een boek dat door de ANWB ook is samengesteld, waarin heel veel uitspraken staan die rechters in iedere zaak hebben gedaan. En dan is het de kunst om een vergelijkbare casus te vinden. Is dit zo'n beetje de Bijbel van, klopt. Van ja. rechtspraak als het om immateriële schade gaat? Ja. Ja, daar staan alle, of tenminste, daar worden heel veel uitspraken in opgenomen. En het is dan de kunst om de immateriële schade voor jouw zaak zodanig te bepalen dat die ja, redelijk overeenkomt met een uitspraak uit de smartengeldgids. Smartengeldgids is niet helemaal uitputtend.
En mocht daar niks in staan, dan maken wij ook nog wel vaak gebruik van rechtspraak.nl. Hmm. Waar ook uitspraken door strafrechters of civiele rechters worden gepubliceerd. Ja, want ik zie ook een webadres, www.smartengeld.nl. Is dat een soort afgeleide van de gids of is dat iets anders? Ja, mensen kunnen zich daarop abonneren. Dus je kunt niet alleen naar de website toe en dan meteen al alle uitspraken zien. Je moet er wel een abonnement voor hebben om daadwerkelijk de uitspraken online te kunnen inzien. Hm. En dat wordt steeds weer aangevuld met nieuwe uitspraken. En de Smartengeldgids, de papieren versie, wordt in principe 1 keer per jaar uitgegeven door de ANWB. Ja. Ja, dan kijken we even. We nemen een kijkje in het boek eigenlijk nu, ja, hè? We nemen een kijkje in het boek. En in deze zaak met de lerares hebben we gekozen voor een uitspraak ook van een lerares die is mishandeld. En een pijnlijke neus heeft opgelopen, een bloedneus had. Eigenlijk heel vergelijkbaar met onze casus. Dus je gaat er gewoon helemaal doorheen en denkt, hey, deze casus komt in de buurt. Deze komt zo in werkt de buurt. Dat eigenlijk. Ja, en dan staan er bedragen bij die de strafrechter heeft toegewezen. Er staan 2 bedragen. Het dik gedrukte bedrag is het bedrag. We hebben hem, even voor de kijker, we hebben hem even uitgeschreven, want waarschijnlijk was dat plaatje niet helemaal goed leesbaar. Dus we hebben het even de essentie hier samengevat. Hè? Ja. Dit staat erin. Ja, en misschien om te verduidelijken, het geïndexeerde bedrag is €305. Dat heeft ermee te maken, dat is het dik gedrukte bedrag in de smartengeldgids. Dat bedrag, daar gaan we van uit, omdat dat het bedrag is wat het op dit moment waard is. Toen de uitspraak is gewezen, was het oorspronkelijke bedrag €250. Maar omdat bedragen met inflatie de tijd... Inflatie enzovoort, ja. Gaan we uit van het dik gedrukte bedrag. En dat was in deze casus €305. Hm. Omdat de casus heel erg vergelijkbaar is met de casus van de lerares die ik net benoemde... kan er in deze zaak dus gerefereerd worden naar deze uitspraak van de smartengeldgids. En kan er wellicht afgerond €300 aan immateriële schadevergoeding worden gevorderd... voor de pijn, de angst en dergelijke die deze lerares heeft geleden. En de rechter volgt dit ook? De rechter... Die zal denken van, nou, dat komt bijna overeen met die casus. Daar heeft eerder een rechter die uitspraak over gedaan, dus neem hem over. Ja, daar heb je goede kans van. Ja, ja, een rechter is daarin wel bevoegd om eventueel het bedrag ook te matigen als ze vinden dat het bedrag te veel is. En dan noem je heel expliciet ook in je formulier dat nummer 1320 in de smartengeldgids. Ja. Dat zet je er zo in. Dat zet je er zo in. En het is ook altijd van belang om een kopie van de smartengeldgids erbij te doen. Hm. Zodat de strafrechter ook kan zien, dit is de bijlage die hoort bij dat smartengeldbedrag. Ja, en dan kom je dus tot een totaalbedrag. Ja, hè? En het totaalbedrag is dus het materiële bedrag. De reiskosten, de bril en de kledingschade. Maar ook dus de immateriële schade. Dat allemaal bij elkaar opgeteld, dan kom je tot het totaalbedrag. En daarnaast kun je dus op het formulier zelf nog 2 dingen aankruisen. Wat altijd van belang is om standaard aan te kruisen. Alle kosten om het vonnis te executeren. En de wettelijke rente over de gevorderde schadevergoeding. En de strafrechter zal dan ook, als er een schadebedrag wordt toegewezen, dit ook daadwerkelijk uitspreken en in het vonnis opnemen. Hm. En nou zie ik nog wat staan, misschien kan ik dat toelichten. En verzoek ik de officier van justitie ter terechtzetting de oplegging van een schadevergoedingsmaatregel te vorderen. Ja, dat klinkt heel ingewikkeld. En het houdt eigenlijk in dat de strafrechter, naast dat hij bijvoorbeeld zegt, verdachte, je moet €400 aan dat slachtoffer betalen. Doe je dat niet, dan hangt daar iets aan vast. Dat is dan de schadevergoedingsmaatregel. Doe je dat niet, dan moet je bijvoorbeeld 2 dagen vervangende hechtenis ondergaan als je dat schadebedrag niet betaalt. Het CJB, zoals ik daar straks al aangeef, zal dan het schadebedrag gaan innen. Lukt dat niet, dan zegt het CJB ook tegen het Openbaar Ministerie, het is niet gelukt om dat schadebedrag te innen. Wij willen dat die 2 dagen hechtenis bijvoorbeeld worden uitgezeten. En dan is het CJB klaar met hun taak. En wordt het slachtoffer krijgt dan een titel om zelf te proberen die €400 nog te verhalen bij de dader. Dus met dat zitten is de dader nog niet van zijn verplichting af om de schade te vergoeden. Okay. En dan zijn we alweer aan de ondertekening. Ja, van belang, want als er geen ondertekening is en geen handtekening staat, dan kan de strafrechter het niet toewijzen, omdat ze dan niet het bewijs hebben dat het daadwerkelijk ook door het slachtoffer wordt gevorderd. Dus het is altijd van belang om daar de juiste handtekeningen te zetten en dat niet te vergeten. Ja,
En daar zijn verschillende varianten voor, zie ik. Ja. En dan de uitvoering van de straf. De uitvoering van de... Van het verhalen van schade, ja. Nou ja, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. En een organisatie, als het gaat om zaken in de veilige publieke taak, kan een organisatie het zelf doen. Mm-hmm. We kennen ook voorbeelden van organisaties waarin ze intern proberen de schade te verhalen en dus samen met de medewerker het schadeopgaveformulier misdrijven invullen. Kan het niet binnen de organisatie, dan is Slachtofferhulp Nederland er om slachtoffers te helpen met het invullen van het schadeopgaveformulier misdrijven. En daarnaast biedt Slachtofferhulp Nederland ook bijstand op de strafzitting om eventueel de vordering te kunnen toelichten en dergelijke. Sommige slachtoffers hebben een rechtsbijstandsverzekering die ze kan helpen met het invullen van het schadeopgaveformulier misdrijven en dergelijke. Er zijn letselschadebureaus en letselschadeadvocaten die dit ook allemaal kunnen. Dus er kunnen veel organisaties helpen om de schade daadwerkelijk te verhalen. Ja, maar kan ik dat ook gewoon als werknemer zelf besluiten dan? Even los van die organisatie, ik kan het toch ook zelf doen? Ja. Het enige wat wellicht lastig zou kunnen zijn, is het bepalen van die immateriële schadevergoeding. Omdat je dan even moet weten, waar moet ik het zoeken en dergelijke. Na vanavond weten we dat natuurlijk. Nou ja, als u een abonnement neemt op de Smartgeldgids, dan... De schadeschool. Dat is even een apart. Die moeten in feite ook apart een schadeformulier invullen. Klopt, ja. De schade van de lerares is heel apart van de schade van de school. Mm-hmm. Zoals ik al aangaf, de school die heeft schade aan die ruit die is vernield. In deze is het dan wel van belang dat de moeder van de leerling ook strafrechtelijk wordt vervolgd voor de vernieling. En dan is de school ook benaderde partij voor de vernieling, omdat zij die schade hebben geleden. Ja, er komen dus van verschillende kanten schadeformulieren binnen bij de rechter. Ja. En dan kunnen ze dus ook het schadeformulier invullen. Ja. Maar nou zie ik hier ook iets interessants staan. En dat is namelijk, wat is de volgende schade doordat lerares over zijn ongeschikt gaat? Doorbetaald netto loon. Hè? Dat is een schade die de school zou kunnen claimen, hè? Of... Ja, dat is wel een schade die de school zou kunnen claimen, maar niet via een voeging in het strafproces. Okay. En misschien is dat handig om dat hier nog eventjes goed uit te leggen. De school is benaderde partij voor de vernieling als zodanig. Maar de loonschade die de school heeft geleden, dat is een afgeleide van de mishandeling van de lerares. En in de strafzaak is de lerares de direct benaderde partij van de mishandeling. Dan en niet wordt de school. Ingewikkelder, hoor ik wel. Ja. Ja, en de school is een afgeleide eigenlijk van de mishandeling. Dus wordt in dat strafproces niet gezien als benaderde partij voor de loonschade die zij hebben geleden. Dus die schade kan de school niet via zo'n voegingsformulier invullen. Oké. Okay. Maar dat moet dus op een andere manier? Dat moet dus op een andere manier en daar gaan we nu eigenlijk op in deel 3, als we het hebben over het civielrechtelijk verhalen van schade. Oké, okay, nou, zoals u hoort, wij gaan over naar deel 3 van dit verhaal. Dan zijn we aangekomen bij de vraag, hoe ga je dan civielrechtelijk schade verhalen? De loonschade waar we het zojuist over hadden, is daar eigenlijk een goed voorbeeld van. Ja. Wanneer doe je dat dan? Nou ja, er zijn verschillende manieren wanneer dat kan gaan gebeuren. Voor de lerares kan het zo zijn dat bijvoorbeeld de strafrechter dat schadebedrag niet gaat toewijzen in het strafproces. Of er is nog meer schade die de lerares bijvoorbeeld niet in het strafproces heeft opgegeven, maar die ze nog wel graag wil verhalen. Als het strafproces eenmaal is geweest, kan dat dus niet meer en zal ze civielrechtelijk die schade moeten verhalen. En civielrechtelijk houdt eigenlijk in dat dat iets is tussen burgers onderling. Dus de persoon die de lerares daadwerkelijk heeft geslagen, die wordt aansprakelijk gesteld en er wordt gezegd, ik wil de schade die ik heb geleden van jou verhalen. Voor de school is het hetzelfde als het gaat om de ruit. Als de ruit niet wordt toegewezen in het strafproces, dan kan de school eventueel ook proberen civielrechtelijk die schade te verhalen. En dat is een aparte procedure die dan ook opstart? Dat is een aparte procedure, ja. En civielrechtelijke procedure wil niet per definitie altijd zeggen dat je dan naar een civiele rechter moet. Je kunt ook buitengerechtelijk proberen die schade te verhalen en dat heeft ook altijd onze voorkeur om dat eerst te doen en mocht dat niet lukken, daarna pas de civiele rechter in te schakelen. En ik zal dadelijk ook heel even... Bedoel je dan te zeggen van dat beter onderling geregeld kan worden?
Dat is altijd de moeite waard. Als je er samen uitkomt, dan is dat beter altijd nog dan naar de rechter stappen, anders krijg je ingewikkelde procedures. Het is in eerste instantie altijd de moeite waard om de buitengerechtelijke fase te proberen. En mocht dat niks uithalen, dan kun je altijd nog beslissen om naar de civiele rechter te stappen. Even kijken, staan hier nog zaken op die we niet hebben besproken nu? Als schade niet in straf. Nee, alles is voorbijgekomen, zie ik. Ja. Nou, hier had je het eigenlijk net over, hè? De wijze waarop je dat buitengerechtelijk kunt regelen. Ja, en dan is het, wij adviseren altijd, zeker als er een strafproces heeft plaatsgevonden, als die verdachte daadwerkelijk strafrechtelijk is veroordeeld, dan staat dus vast dat hij dat strafbare feit heeft gepleegd. Dan hoef je alleen nog maar als benadeelde aan te geven wat voor schade je hebt geleden. En dan kun je die persoon een brief schrijven, aangeven, ik houd jou aansprakelijk voor de schade die ik heb geleden en wil je die schade vergoeden. En doe je dat niet, dan kan ik je in rechten betrekken en dus een civiele rechtelijke procedure starten. Maar het komt ook wel voor dat de schade dan door de inmiddels dader wordt betaald en dan ben je er vanaf zonder dat je een civiele procedure hoeft te starten. Daarnaast is het zo dat je een mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen of een schikking te treffen. En een deurwaarder in te schakelen als de schade moet worden geïnd. Dus dat zijn allemaal buitengerechtelijke mogelijkheden, zonder dat er een civiele rechter aan te pas komt. Ja. Dan gaan we naar de schade van de werkgever. Die kan daarin worden bijgestaan, de uitvoering daarvan. Ja, ook weer door een interne afdeling natuurlijk. Het kan zo zijn dat de interne afdeling ook weer behulpzaam is bij dat vroeger in het strafproces. Maar ook eventueel het buitengerechtelijke deel door een brief te schrijven. En als een organisatie besluit om civielrechtelijk daadwerkelijk een procedure te gaan starten, dan moet de organisatie de beslissing nemen. Gaan we dat zelf doen of schakelen we daar bijvoorbeeld een advocaat voor in? Volgens mij zijn wij aan het eind gekomen van dit verhaal, dacht ik zo. Of heb je nog zaken waarvan je dacht, dat wil ik nog even benadrukken? Nou, wat ik misschien nog wel eventjes wil benadrukken. Straks heb ik het heel even kort gehad over de voorschotregeling die van toepassing is. Toen zaten we nog in een stukje vroeg in het strafproces. En misschien is het goed om te benadrukken dat slachtoffers, als ze in die fase zitten, dat ze na 8 maanden het bedrag van de staat vergoed krijgen. Dus dat mensen vaak niet altijd bang hoeven te zijn dat ze hun schadebedrag niet krijgen, omdat er op dit moment voor bepaalde gevallen, geweldsincidenten voornamelijk, een mogelijkheid is dat die schade daadwerkelijk door de staat al wordt vergoed. Waardoor een slachtoffer dus niet heel lang op zijn schade hoeft te wachten en de staat achter de schermen nog gaat proberen die schade te innen. Oké, dan zijn we nu gekomen aan het eind van dit programma. Monique, bedankt voor het heldere verhaal, moet ik zeggen. Ik hoop dat het u geholpen heeft en dat u er wat mee kunt in de praktijk. We hebben eerder een programma gemaakt over aangifte doen. En dat programma kunt u zien op YouTube, op het EVPT-kanaal. En we zien u graag terug bij een volgend programma.